heb een mooi parabolisch hengeltje aangeschaft van 12 voet waar ik meerdere dingen mee ga doen. Als ik op afstand wil vissen kan ik ermee feederen. En hij is zacht genoeg om dichtbij met een pennetje te vissen. De molen die ik erbij gebruik heeft een perfecte slip, want ik ga ongetwijfeld ook karper tegenkomen tijdens het brasemvissen. Zeker met mais en een pennetje. De molen is opgespoeld met 600ste gevlochten lijn. Daar kan ik alle kanten mee op. De ogen op mijn hengeltje zijn afstaand, dus ik kan gemakkelijk met relatief dunne lijnen vissen. Vanavond vis ik in de polder met zoete mais. Daar heb ik ook mee gevoerd. Ik vis 3 korrels op een her. Dat ging van de week geweldig, met alleen maar grote brasem. Ze zijn namelijk net uitgepaaid en ze hebben dus honger. Ik denk, nou, vanavond neem ik de camera mee, kijken of het weer wil lukken. Ik heb net een gigantische regenbui op mijn kop gehad, inclusief hagel. Maar ja, dat hoort er ook bij. De opklaringen komen er al aan. Wordt misschien toch nog een mooie avond. Na regen komt zonneschijn, is het gezegde. Maar hier geldt dat niet. Hier komt na regen gewoon nog meer regen. En deze brasem van 57,5 centimeter. Hij is van harte welkom. De brasem is lekker los, maar het blijft stortregenen en ik heb geen paraplu bij me. Dus ik ben toch maar even gevlucht. Nog een week en dan kan ik hier alleen nog maar vissen of met drijvend aas of met een langzaam zinkende vlok. Het sterrenkroos spuit de bodem uit op het ogenblik. Het is pas april. Prachtig gebouwde, hele sterke brasem van 57 centimeter. Nou, die mag wel op video, toch? Het gaat lekker zo. En ze worden ook steeds groter. 59 centimeter. En weer een mooie, gezonde, sterke vis. Vol met paaiuitslag. Kijk maar. Ik ga hem gauw terugzetten. Dan kan ik nog een beetje plezier maken. Dus komt snel. Ik ben een klein stukje verkast en eigenlijk binnen 5 minuten op een tweede voerstekje de eerste 60er. Hij is precies 60 centimeter en sterk.